Zeg, het Barentse Klimaatakkoord dat beoogt om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Wat vind je daarvan? Dat vind ik een heel goed plan. Als het aan mij lag, zou het sneller moeten. Nog sneller? Ik snap dat dat niet haalbaar is, maar in de ideale wereld misschien wel. En wat doe jij daaraan om dat te behalen? Nou, wij zijn net verhuisd naar Baarn en wij gaan ons huis verduurzamen. Maar het is een huis uit 1937, dus het is lastig om dat helemaal energie neutraal te krijgen. Maar we doen ons best. Oh ja. Maar hoe doe je dat? Isolatie. De muren, dak, vloer, ramen. En zonnecellen? Zonnepanelen worden volgende week geplaatst. Dus kijk dan. Dat is een mooi begin. Ik vrees dat het een mooi voornemen is, maar niet erg realistisch. Nee? Nee. Ik zou er wat meer vertrouwen in hebben als ze dan ook precies konden aangeven wat ze gaan doen. Maar 2030 lijkt mij tamelijk optimistisch, om het zomaar eens uit te drukken. En hoe staat u er persoonlijk in? Ik denk dat het zo snel mogelijk over de hele wereld moet gebeuren. En wat heeft u eraan gedaan? Wij rijden heel weinig auto. Wij zijn tamelijk zuinig met van alles. En vanuit mijn vakgebied, want ik ben fysisch geograaf, zal u weinig zeggen. Maar ik heb heel veel met dit soort dingen te maken. Je weet aardig wat er aan de hand is en je probeert daar zo goed mogelijk naar te leven. Heeft u nog suggesties voor de Barentse Klimaatalliantie om dat doel te bereiken? Nou, dat lijkt me een hele goede ambitie in lijn met wat er nodig is. Ik vraag me wel af hoe we daar ook voor willen inleveren. Want ik kan me voorstellen, of wat je eigenlijk ziet rond windmolens, dat niemand die wil hebben. Dus iedereen vindt het een goed idee, maar niet in mijn achtertuin. Dus ja, precies ja. Dat is de grote vraag. Wil Baren dan ook inleveren of wil daar ook voor leiden? Nou, ik vind dat een heel nobel streven. Ik vraag me af of het lukt, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we die kant op gaan. Dat je in ieder geval aandacht aan besteedt. Absoluut. Ik weet niet of het lukt en dat benadruk ik, omdat Baren natuurlijk wel een heel mooi dorp is met ook wel veel oudere mooie huizen. Hoe je dat klimaatneutraal gaat krijgen, ik denk dan even aan het gas af. Maar om te starten met de nieuwe wijken, dat denk ik wel dat een heel goed begin is. Nou, de ambitie vind ik hartstikke goed. Alleen lijkt het me nogal een kluif om dat als Baarn in je eentje te kunnen doen. Want volgens mij ligt Baarn niet op een eilandje. Dus ik denk dat je dat heel veel samen met anderen moet doen. Maar de ambitie lijkt me hartstikke goed. Kan geen kwaad om daar een beetje ambitie in te hebben. Hey, heb je zelf een idee waardoor je Baarn zou kunnen helpen om dat te halen? Nou, ik heb toevallig net vorige maand zelf zonnepanelen aangeschaft. Dus dat idee heb ik wel. Dus als nou zoveel meer mensen dat doen, dan denk ik dat we een heel eind gaan komen. Ik vind ambitie heel goed om klimaatneutraal te worden, maar ik vind de ambitie niet juist. Nee. Wat zou daar dan voor in de plaats moeten komen? Ik denk dat er in Europees, maar misschien ook mondiaal gebied, dat er veel meer moet worden gedacht aan kernenergie. Omdat kernenergie klinkt verschrikkelijk voor alle mensen. Maar als je kunt lezen en als je erin leest, dan zie je dat dat verreweg het meeste rendement oplevert voor een schoon klimaat. Nou, ik denk dat je primair heel realistisch moet zijn. En ideeën zijn prachtig en voornemens zijn prachtig. Maar het is uitermate teleurstellend als er vervolgens niks van terecht komt. Dus ik denk dat je met hele concrete maatregelen moet komen. Waarvan je ook kunt zeggen dat is werkbaar op het niveau van de gemeente.